En welkom bij een nieuwe Speel met mij kinderspeelgoed video. Vandaag laat ik jullie zien hoe we twee truien maken voor deze twee Barbie poppen. Eentje van Nike en eentje van Adidas. Als het goed is gaan we dit doen met Play-Doh en kan je zelf de Play-Doh klei gebruiken om een t-shirt te maken en de daarbij horende logo's. Zoals je kan zien zijn het twee Barbie poppen, Barbie en Ken. Ik heb hier een potje Play-Doh en daarmee zal ik dus de figuren maken die we op hun lichaam willen hebben. Daarbij heb ik ook nog een stokje nodig om af te scherven en verder nog een lepeltje om het glad te maken. Zoals je kan zien zijn er niet veel dingen die je nodig hebt en is het vrij makkelijk. Dus ik zal jullie straks laten zien hoe we dit dan gaan maken. Dus als het goed is heb je nu gewoon de twee poppen van je keuze bij je. En dan heb je een stukje klei nodig voor de mouwtjes. We zullen een tube top voor Barbie maken, dus we hebben twee laagjes Play-Doh nodig. En daarbij hebben we ook nog een groot stuk Play-Doh, om er misschien omheen te doen. Ligt eraan wat je zelf wil. En daarbij hebben we ook nog een blauwe Play-Doh, die gaan we gebruiken voor de andere mannelijke pop. Dus Ken bijvoorbeeld. En zoals je kan zien hebben we ook het Nike logo alvast gemaakt. Ik heb dat met zwart gedaan. En ik heb die alvast gedaan, zodat ik hem later gewoon erop kan plakken. En we hebben ook het Adidas logo gemaakt, dus die zullen we er straks ook op zetten. Zoals je kan zien hebben we hier de strepen, de Adidas strepen. Die zullen we er later in de video ook even op doen. Nou, als het goed is hebben we nu de twee poppen en zal ik even gaan beginnen met de mannelijke pop. En daarna doe ik als het goed is Barbie. Zoals jullie kunnen zien is dit het resultaat. Het ziet er vet cool uit. Ik heb de logo's erop geplakt bij beide poppen. En Barbie heeft een hele schattige leuke tanktop aan. En dan heeft Ken een hele leuke nauwloos shirt aan met het Adidas logo. Hij staat echt heel mooi, heel leuk vind ik het. En het was ook heel simpel om te maken. Dus als het goed is kan je dit ook zelf maken als je het wil. En het zou niet al te moeilijk moeten zijn. Als je de juiste producten hebt en als je het gewoon simpel en makkelijk aanpakt, kan je een heel mooie pop maken en ziet er gewoon heel leuk uit. Verder denk ik dat je ook allerlei andere kleuren kan gebruiken. En je kan ook eigen designs maken en zelf kijken wat je het leukst vindt, wat je het best vindt. En verder, ja, is het allemaal aan jou wat je wil met het poppen. Dus je kan ook poppen kiezen van je eigen keuze. Ik vond het zelf een hele leuke opdracht om te doen. En ik vond het echt heel leuk om de tijd mee door te brengen. Dus als jullie deze video ook leuk vonden, kunnen jullie commentaar geven in de commentaarbox. En jullie kunnen deze video delen, liken en sturen naar andere video's zodat anderen kijken. En als je meer video's willen zien, kunnen jullie naar onze channel gaan. Tot de volgende keer!